Vandaag zitten Justin en ik nog steeds opgesloten in deze mega gevangenis. Hey Justin, daar zijn we weer! Ja, daar ben ik weer! Jeetje, daar zijn we gewoon weer. In de vorige video hebben we heel... Weet je wat, laten we even een flashback doen. Echt zo wieuw. Hier hebben we een donkerblauwe doorgang. Als jij op zo'n button klikt, gaat die denk ik open. Ik dus als jij even de buttons drukken. Beheert, dan zou ik wel hier dingen regelen. We staan op geel en vanaf geel, letterlijk het eerste blok als je naar blauw kijkt, zijn twee ijzerblokken op elkaar met daarop een diamondblok. Ja, klopt. Eentje naar rechts? Niks. Eentje naar rechts? Daar is dan die dripstone. Daar was de dripstone. Oké, dan heb ik hier nu de dripstone. Check, ja. Jeetje, hey Justin. Wat dat was heb leuk. Je allemaal in je inventory? Het was heel spannend vorige keer. Ik heb een heleboel spullen vandaag. Jij hebt een heleboel spullen. Ik heb maar twee dingetjes bij me. Ik heb zes van deze dingen. Ja. Een mooi kompasje. En een leeg emmertje. Ja, ik heb ook een leeg. Oh, je hebt nog meer. En een stukje kool. Ja. We hebben hier natuurlijk nog gas. We hebben hier Joel. We kunnen een recovery compass maken. Daarmee kunnen we een Nether Star krijgen. We kunnen nog een bucket met water en een bucket met lava. Kunnen we obsidian mee regelen. En voor een beacon kunnen wij een dragon egg regelen. En hier hebben we nog onze Garfield. En dan kunnen we de dragon egg ruilen voor de doorkey. En die doorkey is denk ik helemaal voor die grote deur daar. Dat denk en dan ik. Zijn we gewoon ontsnapt. Hè. Dan kunnen we eindelijk naar huis. Ben ik eindelijk van je af. Ja. Ja. Ja, jammer. Hey, maar ik denk dat eerst voor ons dus is om die recovery compass te krijgen. Ja. Ik heb een normale kompas. Ja. En hoe maak je zo'n recovery compass? Ja, dat weet ik even niet. Dat weet je wel, Justin. Ja, klopt. Ik kan niet hier. Hier is een crafting table. Ja, crafting tabletje. Nee, die zat bij jou trouwens. Die is niet hier. Ik loop je ook gewoon achteraan. Ja, jij loopt ook gewoon blind achteraan. Zie je. Je weet het dan gewoon nog. Kijk hier, oké. Even kijken. Kom. Dan hebben we nodig. Hoeveel van die shards heb je? Oeh, we hebben er 8 nodig. En je hebt er? 6. Missen we er dan nog 2? Ja, maar we hebben meneer de snelle man in zijn bruine kamer ook nog niet gehad, hè? Ja, die hebben we ook inderdaad nog niet gehad. Die hele snelle man daar in die bruine. Maar ik denk niet dat we die kamer in kunnen. Niet? Nee, ja, ik zou niet weten hoe we deze kamer. Kijk, die man is mega snel. Hij maar ja, zouden we die kamer in kunnen, is de grote vraag. Nee, hè? Laten we maar eventjes eerst ook water en lava regelen. Dat is belangrijk. Ja, maar ik heb stop een bucketje. Even mijn zand stop ik hierin. Ja, ik heb ook een bucketje. Als jij, laten we even zoeken of we een van de twee kunnen vinden. Water of lava. Water of lava? Oh, ik weet waar ik water kan vinden. Echt? Ja, ik ga wel water pakken, dat is in die ijsruimte. Als jij dan even lava ziet vinden met je bolle kop. Met mijn bolle kop ga ik even op zoek naar lava. Ik weet niet, wat zo overbodig om dat te zeggen. Ja, weet ik ook niet. Vond ik helemaal niet aardig. Het voelde gewoon even lekker. Jongen. Zo onnodig ook weer. Ja, het is gewoon echt niet lief. Nee, het is gewoon echt een beetje stom eigenlijk, hè? Ja. Dat ik dat zo doe tegen jou. Oh, hier kunnen we achterlangs. Kijk. Ja! En hier, als het goed is, was ergens water. Ja, kijk, hier is water. Hier, kan ik dit pakken? Ja, ik heb water, Justin. Heb je water? Ik heb water, hé. Nu hebben we alleen nog lava nodig. Ga jij dat regelen? Jij bent op zoek. Doe even regelen, Justin. Ja, even regelen hoor. Doe wel even regelen. Ik regel wel even wat. Even kijken hoor. Ik moet hier links. En aan het einde rechts. Nee. Heb je net? Ja, bijna hoor. Het zit hier. Ja joh, neem je tijd anders hè jong. Ja, loop even een rondje hoor. Klein rondje. Klein rondje hoort erbij. Oh, kist. Er zit niks in. Ja, hier zit het denk ik toch niet. Maar kunnen we niet iets anders kopen ofzo? Moeten die echt die bruine kamer niet in? Ja, ik zou niet weten hoe we die bruine kamer in kunnen. Een emerald. Heb jij een emerald? Nee hè? Nee, ik heb geen emerald, maar ik ga wel even kijken wat hier is, of ik hier lava kan vinden. Het is namelijk in dat gekke dool van ons. Daar hebben we toch lava, Justin? Waar? Dus, nee, dat kunnen we niet pakken, trouwens. Sla maar. Nee, dat kunnen we niet pakken. Nu maak je me weer heel blij met een dode mus. Hey, ik zei helemaal niks. Nee, dat klopt trouwens. We zien jullie hier omhoog. Hier is ook water. Dat weet ik niet. Hier zijn we überhaupt nooit boven geweest. Jij durfde daar gewoon niet achter. Wat was de laatste kamer die we hebben gehad? Met die blokken, dat bouwen. Ja, daar ben ik net geweest. Er was geen lava. Ja, ik ben nu bij de doolruimte. Ik zit daar te kijken voor lava. Ja, er is hier wel lava, alleen dat kunnen we niet pakken. Dat zit achter dat ding is verstopt hier. You sure about that? Ja, dat kunnen we niet pakken. Hoe kom ik ook aan een lege bucket? Ik weet het niet. Die heb ik ook. We hadden allebei. Dat is ergens in de vorige aflevering hebben we volgens mij een lege bucket geregeld. Zit misschien in het dool van het einde lava? Moest je niet ergens overheen springen of zo? Nee, volgens mij niet. Maar ik ga toch even kijken. Kom eens naar de paarse kamer, Justin. De paarse? Ja, misschien dat jij hier wat kan vinden wat ik niet vind. Paars. Hey, ben ik. Paars. Ik ben in paars. Ja, en dan heb je die achter die muur, bij het bed, zit een hier achter, waar ik nu ben. Ja, kijk, zo ja. Kan jij hier even kijken? Want ik kan voor mijn gevoel, misschien mis ik iets. Kijk, daarboven bij het water nog, hier bovenop. Kijk even rond anders, zou ik zeggen. Ik zou zeggen. Ik heb niks kijken. Gevonden, maar misschien vind jij wel wat. Ik ben daar best goed in, hè? Gewoon misschien een kist met extra loot of zo, weet ik veel. Ik ben daar best goed in. Ja, jij bent daar wel gewoon de man in. Maar ben ik daar nu ook vandaag goed in? Dat is de vraag. Dat is wel een belangrijk iets, ja.
Met water kan je hier ook wel niet pakken. Nee, er is daar volgens mij niks, maar we missen echt nog en de lava. En nog, we missen gewoon en die twee sleutels nog. Of die twee shards en lava missen we. Ja. Die zitten gewoon in de shulkerboxje, Justin. Wat? In een blauwe kamer. Heb je die blauwe kamer nooit bekeken? Vast wel. Potverdrie, hé. Zit dat dit shards was jouw kamer, dit was jouw kantje. Ja, maar... Zit je alweer helemaal dingen achter te houden, jongetje? Je hebt die van mij toch nog steeds nodig, dus ik zou mijn liefde hebben. Ja, dat klopt. Nee, ik ga ze ook aan jou geven. Maar dan gaan we even kijken. Heb jij ook de lava gemist, is de grote vraag. Maar dat zal wel. Zou er vast ook wel ergens weer lava zitten wat hij niet gezien heeft? Nee, het is wat, hè? Het is wat met jou. Het doolhof is nog niet iets wat ik denk, ja, dat is lava. Maar wel heel veel knopjes. Moet ik ze misschien allemaal indrukken? Is dit lava hier? Is dit lava? Oh, dit, ja. Ja, dit is lava, maar dit kunnen we er niet uitpakken. Nee. Hebben we een hendel of zo waarmee we... Dit moet geactiveerd. Er zit hier lava onder, Justin. Moet je maar even, waar ben jij? Ik kom er weer, ik ben uit het doolhof. Jij bent uit het dorp. Jij, kom eens even hierheen. Ja, ik was helemaal verdwaald, joh. Ik kom eens even naar jou toe. Vang me op. Ja, vang je ja, me? Ja, kom maar. Ja. 1, 2. Sorry. Ja, maar oké, als jij nou eerst even die en dan dat ding craft en aan mij geeft. Zo? Ja. Nee, dat even craften, joh. Zijn we naar de crafting table toe? Oh, crafting table. Je moet toch even eerst craften, joh. Hey, jongen, je bolle kop weer. Hier naar binnen, zo. Daar zit hij. Dankjewel, hé. Geen problemen. Ik heb er één. Oké. Nou, ruil je dat ding om. Wat krijgen we eruit? Ik denk... Een prachtige netherstar. En die mag je hebben. Netherstar, oké. Ja, dan hebben we dus nog obsidian nodig. Ja. Om die beacon mee te maken. Maar daar hebben we dus een lava bucket voor nodig. En kijk eens wat ik hier heb. Ja, hij was in één keer weg. Oh, hier, natuurlijk, oranje. Hier zit lava. Maar ja, hoe gaan we daar aankomen aan dat lava? Kan je daar, kan je niet op de cooldron? De cooldron klik hier, aan de zijkant. Aan de zijkant, hier. Aan de zijkant. Ja! Ja, natuurlijk, Justin! Ja! Jeetje, wacht, kom. Geef hem maar aan mij. We kunnen slim weer van mij, hè? Moet ik weer dat zware werk doen? Ja, jij hebt ook gestudeerd, jongen. Maanden, ja, ik heb maanden, echt maanden dit gestudeerd. Kijk, en dan doen we dit zo. En dan kunnen we nu als het goed is maken een... Heb je nog glas nodig voor een beacon? Ja. Oh, daar hebben we dat zand voor. Ja. Yeah. En jij hebt kool. Justin, smelt het om hier. Ik gooi het hier, erin. Hier, het zit erin. Gooi het erin. Hoppatee. Hoppatee, hé. Dat doen we gewoon even. Nee, goed en dan kunnen we daarvan een beacon maken. Daarvan een draakeitje maken, die kunnen we hierin stoppen. Doorkey, die kunnen we daar doen en dan gaat de grote megadeur open. Hé. Echt die grote deur? Echt die grote megadeur, zo groot. Echt helemaal volgens mij gaat die, ik weet niet of die open gaat, ik denk dat die open gaat. Misschien is het wel een scam. Misschien zijn we dan wel gewoon inderdaad ontploft alles. Nee. En we hebben wel alles gedaan, hè? Hey, goed hoor. Ja, goed van ons, hè. Die bruine man die is nog steeds in miserie. Ja, die bruine man laten we maar lekker met rust, die is een beetje gek. Dat is ook een testsubject, dus... Komen we maar niet aan, Justin. Nee, ik doe er maar niks aan. Nee, doe maar niks. Ik vind het ook helemaal eng. Het is een beetje enger. Hij is ook best eng. Komt hier nog één glas en dan is het zover. Ja! Waarom moet jij die nou weer pakken? Ik was heel snel. Ja, was wel snel, ja. Oké, dan gaan we even naar de crafting table hier binnen. Ja, en dan craft jij zo'n mooi dingetje. Craft ik even een beacontje. Nee. Dan mag jij de sleutel kopen. Of de drakenei kopen en dan de sleutel kopen en dan plaats ik de sleutel. En dan mag jij hem overhalen. Oh, pet. Ja, ja dat is wel vet, cool, dat vind ik het. Garfield. Ik heb een key. Yeah, kom maar. Dan plaats ik hem en dan haal jij hem over. Vrijheid. Die doorkey. Die moet volgens mij hier opstond. Er stond, ja, in Ancient Debris. Kan vrijheid. Boom. Oké, eerst ben je er klaar voor. Vrijheid in 3, 2, 1. Boom. Oh, ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. Vrijheid! Vrijheid, Justin! Uit de gevangenis ontsnapt! Red voor je leven! Ongelooflijk! We mogen naar huis. Althans, naar huis. Ik weet niet waar het heen leidt. Nee! Nee! Justin, nee! 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 Oh, mijn god. Ik dacht dat we klaar waren. Ik was zo vrij. Ik was zo vredig en blij en weet ik wat allemaal. Jongen. Oh mijn god. We waren echt geprankt. Jij was te traag. Ik zat oprecht te denken van dat is wel een hele korte video dit, dat het nu al klaar is. Ik was echt aan het nadenken van we moeten nog wat gaan doen nu ofzo, want het is klaar. Maar dat hoeft niet, want we zijn helemaal nog niet klaar. Nee, jammer hé. Jeetje hé joh. Ik dacht dat we... Hey, daarboven kijk je eens in daar, het gat. Zie je hem? Ja. Daar moeten we heen parcouren. Mm-hmm. En ik gok dat dat via deze lianen moet. Via hier mogelijk, zou dat kunnen? Zo. En dan ja, en dan? Hangen. Hangen. Kunnen we hier iets doen? Nee, je moet er helemaal niet heen, Max. Kijk, kijk. Volg mij maar even. Je moet hier heen. Ja, volg je even. Ja, en dan? Hier naar beneden. Zo. Ja, oké. Okay. En dan denk Ik denk echt dat we daarin moeten. Ja, dat denk ik dus ook. En alleen even kijken hoe we daar komen. Kan ik jou niet slaan?
Ja. Je kan me slaan, ja. Ik weet niet wat je eraan hebt, maar je kan me slaan. Dat weet ik ook niet. Ja, het is best wel leuk hoor, jou te slaan. Misschien zit er ergens iets verstopt, dat we kunnen plaatsen en zo. Dat zou goed kunnen, maar wat? Oh, hier kan je omhoog klimmen. Ja. Ja. Dan kan je hierheen, hierheen. Ja, ik denk dat dit hem is. Dus ik denk dat ik hoog al ben. Je kan daar klimmen en dan via de muur. Goed hoor, hey. Ja, de muur moeten we niet vergeten. Dat gewoon een deel kan zijn van het parcours. Kijk, en dan hierheen. De muur. De muur. En dan hierheen. Zo. En dan hierheen. Volg je me nog? Je volgt me nog. Ja, 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 ja. Dan gaan we hier zo door. En dan? Hierheen, hierheen. Ja. En dan even kijken. Ik ga de andere kant langs. Ik denk dat we goed gaan. Ga je de andere kant? Ja, ik vind de andere kant veel leuker. Doe jij je ding. Dan ga ik even kijken of... Ja, oké, hierheen. En dan... Nee! Oh, jij hebt hem al, hè? Ja, dat vrijheid! Was ja, nee, Jussie, wacht op mij! Ik ga erin! Jussie, nee, wacht! Doe maar! Het spijt me. Je had gelijk, dat was de route. Ik ga de bewakers inschakelen. De bewakers en dan snel zelf vluchten. Ja, dat is slim, hè? Nee, dat is gewoon mij erbij snitchen. Maar ik kan jou slaan. Oh, nee, ik kan mij slaan, nee, maar ik weet dat je dat niet wilt. Nee, maar kan nu ook niet meer, maar je zit nu wel in de goede. In? Nu zit je wel in adventure mode. Ja, maar dat kan je even goed slaan. Oh, nou top. Ik wacht op je. Nee, Justin, niet zo flauw doen nou. Ja, maar dat is vraag. Slaan. Niet doen, oké? Okay? Nee, 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 nee! Oh. Dan ben jij verschrikkelijk. Ik doe het niet. En mijn meneer doet het wel. Dat is je grootste fout, Justin. Ja, maar... Nee. Ik ga kijken wat hier is in de tussentijd. Als ik faal, is het mijn karma. Ja, tuurlijk. Ga jij maar met de glorie er vandoor. Nee, ik ga hier kijken. Gewoon hier even in de tussentijd. Wat hier is. Er is hier vast wel iets te doen namelijk. Jongen, jongen. Ik dacht dat wij prismaatjes waren. Prismaatjes. Er is hier helemaal niks. Ik denk hier is misschien wel een easter egg of een leuk detail. Ik ga deze grot binnen. Je zoekt maar uit. Hé, hey, wacht eens even op mij, knul. Ik wacht ook op jou, hè. Ik sla je het ook niet naar beneden. Nee, dat klopt. Flashback. Zo. Ik zie portalachtig iets. Oh, zijn we dan nu echt ontsnapt? Misschien zijn we nu wel echt ontsnapt, Justin. Wat dacht je zelf? Wat is dit? Hoe gaat dit open? Gewoon erop staan. Oh, allebei op eentje. Allebei op eentje. Ja! Oh! Dat is een dropper! Dropper! Het is een dropper! Oh, we gaan ineens heel traag. Huh? Wat is dit ineens? Waarom is het zo groot? Ik dacht echt dat we bijna klaar waren. Komen we in één keer in een megalabyrinth of zo? Huh? Wat is dit, joh? Nou, Justin. Zie je een kist? Ga jij maar kijken. Thanks, dankjewel, hè. Oh, kijk jij maar in de kist, inderdaad. Ik neem de trap even veilig. Ik heb een papiertje met vier streepjes. Oké, dus een viercijferige code voor iets misschien? Dat zou kunnen. Zat die in deze kist? Nee, jawel. Oké, dan moeten we misschien in deze hopper hier een viercijferige code doen. Dat zou kunnen. Ik ben wel expert in dit soort mapjes, dus luister maar gewoon naar mij wat ik zeg. Ja, ja. Oké, doe een salto. Ik ben al heel hoog, Max. Je bent al heel hoog? Ja. Ik ga ook parcouren. Ik ben echt zeer hoog. Ben je aan het doen? Ben je ook aan het parcouren? Ik zit op een rood blokje. Hé, hey, goed zo. Ik weet niet wat we eraan hebben, maar nee, ik ben echt trots op je. Rood blokje zit hier. Ik ben ook aan het parcouren. Oké, onthoud dat. Rood staat daar. Oké, ik sta hier nu... Ik ben er bijna helemaal boven inmiddels, Justin. Ik ben ook op een rood blokje. Hier is ook een redstone. Klopt. Ja. Ik heb ook redstone. Is dat niet hetzelfde blokje? Nee, dat is een ander blokje. Oké. Moeten we daar niet op staan? Denk het niet, hè? Nee. Nee, stom. Vanaf, kan je, wat zag jij vanaf dat redstone? Ons platformpje. Nee, maar zag je ook andere kleurblokken? Bijvoorbeeld blauwe blokken, groene blokken of zo? Ik zie daar nog een redstone blok. Want ik kan vanaf hier een nul zien. Misschien dat dat iets is. Dit maakt samen deze hier die ik zie heel veel redstone blokken. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. Daarom. Ik zie hier een nul. Oké, ik onthoud dit, Justin. Dus een groene nul zie ik hier, soort van. Een groene nul. Was er fall damage? Nee. Oké, ik was heel bang dat je een grapje maakt. Ik heb hier een blauw blok met een trap omhoog. Dat lijkt op vrijheid, Max. Een vrijheid? Nee, Justin, we moeten een puzzel oplossen. Ik heb een nul nu. Onthoud dan. Ja, maar vrijheid. Nee, maar Justin, de puzzel. We moeten de kwaadaardige geest van deze gevangenis, weet ik wat. Van deze boekenkast. Van deze boekenkast. De kwaadaardige geest van deze boekenkast moeten we verslaan. Ja, we moeten op de redstone blokken staan en dan gok ik dat je een soort van... Ik heb een boekje. Iets ziet. Helpful advice. None of the books you can take off the shelves in the library are required to solve any puzzles. Je moet boeken die ergens zitten, die heb je nodig om puzzels te dingen. Ja, maar ik kan geen boeken vinden. Ik ben alleen maar aan het koeren. Ja, maar jij bent ook helemaal geen boekennerd. Geen boeken? Waarom heb je het ineens over boeken? Ja, ik snap dat we in een labyrinth zijn, maar... Ik heb hier een blok met een pressure plate op. Hoe gaat erop staan? Het is een blauw...
Hey. You got the feeling this might not be the only switch. Oh, een switch. Dat is een hendel die je kan openen. Dat verandert iets in het labyrint. Oké, weet je hoe hoog ik ben inmiddels, Justin? Pas op, hè. Ik heb hier ook iets gevonden. Kan ik helemaal naar beneden vallen? Kijk, boven je. Waar? Kijk hoe hoog ik ben. Hey. Koert. Goed, hoor. Ja, hey. Nu ga ik hier naar beneden springen. En dan kijken waar ik terecht kom. Wow, in een roze kamer. Je gaat dus helemaal... Return to library. Maar dit is helemaal... Kan je die hendel overhalen wat je net deed? Het was geen hendel, een pressure plate. Ik ga er zo even op staan. Of een pressure plate, ja. Een momentje, hoor. Oh, ik heb hier nog een boek. Oh, hier moeten we samen zijn. Oh ik heb een boek met heel veel dingen. Oké, Justin, ik heb jou even nodig hierboven. We gaan samen de puzzeltjes oplossen. Ja, maar ik sta nu op een puzzel, op een blok. Ja, dat is goed. Moet ik er weer vanaf? Nee, kom maar vanaf, inderdaad. Ja. Ik heb helemaal weer erin gelopen. Ik ben net ook bang. Ik hoorde een Enderman ding. Ja, maar maak je geen zorgen, Jussi. We gaan om zijn beurt, want we zijn een heel rommelig bezig. Wil je deze nog even lezen? Ik wil nog even lezen. Het is een ander boek. Jeetje, ja, dit snap ik. Dit deed ik uit mijn hoofd allemaal, dit. Ja, al die dingen. Ja. Ik ben een Minecraft nerd. Ja. Kijk, volg mij. We gaan even een parcoursje doen. En daar moeten we op het einde moeten we samen een puzzel oplossen. Maar die moet echt samen. Dus vandaar dat ik jou hier op kom halen. Ik kan het gewoon niet alleen. Dat maar is dit het. Kan je wel in één keer doen, dit parcoursje, toch? Ik wel, ja. Ja, oké. Okay. Top. Ik niet blijkbaar. Maar nu? Gewoon zo ver mogelijk op parcouren. Okay. Je spreekt voor zich waar jij moet. Ik ben er helemaal boven. Je bent naar beneden gevallen. Ik ben... Wow, kijk hoe hoog ik zit! Yes. Oké. Okay. Hierheen. Ik weet niet hoe graag je hem overslaat. Nee, ik wou echt niet slaan. Hierheen. Zo. Wow. Durf helemaal niet zo hoog. En dan hier moet je sprintend. Boing. Zo erop. Dan hierheen. Parcouren we hierheen. Naar die andere rode. Hierheen. Naar de gele. Naar deze gele. En dan tot slot. Hierheen. Lekker, Justin. Hoppakee. Dan hier naar beneden. En dan moeten we allebei op een pressure plate staan, denk ik. En dan gebeurt er iets. Daar is de andere, ja. Komt ie, hè? Ja. Ja, lekker. Ja. Kijk, en nu gaan we een puzzeltje oplossen. Een white remover, of wire remover en redstone dust. Neem jij die andere wire remover maar. Ik neem die andere wel. Oh, we moeten de puzzel hier... Oh, nee. Ja? Zo? Zo, hey. Jeetje. Zo, hey. Maar we komen redstone tekort. Ja, maar wacht, als je het nou heel snel doet... Oh! Je bent geniaal, Justin! Jeetje, jij bent een meester. Ja, lekker! Hey. Dat heb je slim gedaan. Oh, nee. Oh, godverdamme. Waar is de redstone? Moeten we die van net pakken? Moet dat? Oh, we hebben die van net nodig. En laten we deze allemaal slopen. We kunnen dit. Deze. We hoefden dit niet snel te doen. Ik heb er 6, oké. Okay. Ja, klopt. Je moet gewoon... Die gaat hierheen. Dan gaat die hierheen. Dan hierheen. Ja, daarheen. Nee, daarheen. Daarheen. Oké, okay, dan hier. Dan die... Oh, oké. Okay. Okay. Even kijken welke kunnen we kunnen slopen. Deze? Zonder dat het stuk gaat. Nee. Deze. Ja. En die ook. Ja, kijk, lekker hé. En dan doen we zo. En dan doen we die hier. Zo, hoppakee. En dan kunnen we volgens mij deze slopen. Nee. Nope. Dan kunnen we volgens mij... ja, Justin. Dat gaan we doen. Ik denk dat we het iets anders moeten doen. We hebben een beperkt aantal redstone. Een moeilijke puzzel dit. Mag ik een redstone eens voor jou? Hier. Kijk, als we die hier doen, hebben we een soort oneindig redstone systeem voor onszelf. Never mind. Oh, misschien moeten we wel helemaal hierheen. Oké, we gaan even opnieuw. Justin, het is een moeilijk puzzeltje dit. Kunnen we niet vanaf hier beginnen? Nee, want kijk, hier is het redstone blok. Ja, dat is waar. Die gaat overduidelijk hierheen. De rest is gewoon geen optie, zie je? Nee. Hij moet overduidelijk hierheen. En die wijst hierheen. Nou, dan moet hij hier. En dan kunnen we drie kanten op. Hier kunnen we... Oh, sorry, kunnen we heen, want dan kunnen we door. En we kunnen ook hierheen. En dan hierheen, hierheen. Zo. Dat zou kunnen. En dan in de tussentijd, nu zou deze... Nee, niet. Nee. Deze weg kunnen? Nee. Nee. Yeah. Ik denk niet dat je deze... Ik denk dat je het anders moet doen. Doe jij eens anders. Ik denk dat even... Kijk, hij gaat zo. 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 Waarom ga je dan hierheen als je er dan volgens hierheen gaat? Dat is zonde van je route. Ja, maar dat is leuk. Kan je net zo goed in één keer recht... Nee, dat is zonde van je dingen. Dan kan je net zo goed rechtdoor. Dus gewoon één keer rechtdoor. En dan nog een keer rechtdoor. En dan. Hier. Heb je er nog één? Ja. Doe ze links. Maar misschien als je snel genoeg bent inderdaad. Wacht, kijk. Als ik nou... Nee! Ja! Oh, ja! Oké. We hebben een soort van redstone systeem gecreëerd hier. Hey. Redstone engineers zijn wij. Nee, goed hoor. Geweldig dit van ons. Zo, die hier.
die hier, dan moeten we hetzelfde systeem weer creëren. Wacht, moeten we proberen een soort van... Blijft dit nu niet gewoon doen als ik deze... Nee, het moet een pad blijven, dus die twee kunnen weg. Hier, kijk, nu kunnen we hem opschuiven, nu kunnen die weg. Hier. Ja. En dan kunnen we het hier doen, zo. Dan kunnen deze weg. Ja! We snel slopen, we hebben hem! Jeetje, wat hebben we dat goed gedaan, hé? Goed hoor. Mega redstone systeem gecreëerd. Oké, en dan nu doorlopen. Jij rechts, ik links? Ik ga links. Andersom. Ik zit, is goed zo. Hé, hey, Montgomery is een kikkertje. Een kikker? Nou, dan gaan we. Ready? Go. Nee. Wire remover. Oh mijn god, moeten we dit serieus met 6 redstone doen? 6? Eeuw, we hebben maar 6 redstone om dit hele systeem hier te creëren. Wacht, het redstone blok begint bij jou. Ik stop hem hierin. Succes, jij moet beginnen. Hij zit in deze. Heel veel succes. Die. En dan moet die. Oh, wacht. Ik heb ook... Huh? En dan die. Oh, hij gaat hier dwars doorheen. Je moet hem naar mij toe brengen. Echt? Je maakt vierkantjes elke keer. Dat is hoe het werkt. Als je vierkantjes maakt. Wacht, dan moet die hebben we weg. En dan die. En dan die. En dan die. Ja. En dan die. Ja, zie je? Als je vierkantjes maakt, gaat het goed. Ja. Vierkantjes blijven maken. Vierkantjes. En dan die. En dan die. Ja, dan kan je de eerste twee weghalen. Juist. Oké, jongens, jullie snappen hem wel. We zien jullie terug als dit helemaal opgelost is. Justin, het is tijd voor het laatste redstone blokje. We hebben op zich best wel verlopen klooien met het systeem. Maar uiteindelijk was het gewoon blokjes maken. En dat was best wel vanzelfsprekend. Ja, vierkantjes. Je moest vierkantjes maken. Dat kijk, hoppakee. Reward chest unlocked. Dat is aan het begin. Oh, dan kunnen we... Rennen. Wie als eerste is natuurlijk die krijgt de loot. Nee! Oké. Ja, dat is eerlijk gespeeld. Jawel, hè? Dat is eerlijk gespeeld. Jawel, hé. Nee! Verkeerde kist. Nee. Ja! Hoe krijg je allebei? Hoe krijg je allebei? Ik heb een gate key. Can be placed on black. Of een blok of lapis lazuli. Oké, en TNT can be placed on block of redstone. Oké, wacht. Kom terug hierheen. Ik had ergens een Geef mij de TNT maar. Ik heb meerdere redstone blokken gezien. En ik kan een lapis lazuli. Waar was dat ook alweer? Kijk, ik ga deze hier plaatsen. Dus wil je het zien? Of... Ja, natuurlijk wil ik kijk, komt-ie, komt-ie. 1, 2. Even wachten. Even veilig afstandje houden. Pizza! Hey, joh. Jeetje, er is al een heel groot gat. Alleen het heeft niks gedaan. Niks nuttigs, op zijn minst. Moest het wel? Ofwel? Ja, op een redstone blok stond er. Ik weet het. Dus moeten ze allemaal opblazen. Dat we meerdere uitdagingen moeten doen en dan meerdere TNT blokken krijgen. Dat zou ook kunnen. Ja, dat zou kunnen, toch? Ik had ergens lapis lazuli, dacht ik toch? Of was het ander iets? Ik weet het niet. Ik ga eens even kijken. Je zei dat je op een blauw blok stond, tijdje geleden. Ja, dat wist ik. Maar of het nou lapis lazuli was, of geen lapis lazuli? Lapis lazuli? Ja! Ik kan hem plaatsen. Ik kan hem een leveltje omgooien. Doe maar. Een gigantische trap omhoog. Doe maar. Ik ga rennen. Doei, Max. Maar. Ik heb hier ook een ding. Zag jij trouwens de pressure waar je op stond? Nee, daar stond het niet op. Nee, sorry. Maar jij stond op een pressure plate, toch? Zo straks, nu niet meer. Ja. Weet je wat voor kleur blok die op lag? Nee. Was dat blauw? Weet ik niet. Moet ik even? Ik heb er namelijk ook één gevonden. Dan kunnen we ik heb hier ook weer gigantisch iets gevonden. Waar ben jij trouwens? Met welke trap ben jij gegaan? Ja, het zit in een trap. Hier. Ja, waar? Hier. Ach, ik zag je hoofd. Huh? Oh, hier. Hey. Hey. Hey, Justin. Hey. Zullen we dit doen? Kom, vrijheid. Ja. Hey, wat is dit? Dit is waarschijnlijk een nieuwe puzzel. Ja, dat bedoel ik. Oh, joh, Justin weer met die puzzels. Hey, ik hou van puzzels. Hey, oké, dan gaan we... Oh, mijn god. Moeten we armor in elkaar gaan zetten? Nou, dit is in principe vanzelfsprekend. Diamond armor moet op de blauwe hier, denk ik. Zo. Hey, nee, ik kom mijn boekje terug. Geef me boekie! Oké. Hij had mijn boekie gestolen. Oh, ik doe wel ladder. Ja, dan doe ik wel de gold. Ladder is denk ik rood, eerlijk gezegd. Ja? Dit is gold. Ja, dit is gold. Ladder is meer rood. Hij is een beetje bruin-roodachtig. Ja, maar... Dan hebben we hier ijzer. Oh, waar? Dit is groen! We moeten wel... Wat moeten we hiermee? Reset? Check answer. Nee, maar dit is niet de bedoeling. Maar we hebben nog boekjes, Max. Ja, ik heb een boekje te kijken. Ja, maar hier zijn allemaal boekjes in de kast daar bovenin. Oh, joh. Ik ga deze proberen te graaien. Ik heb hier Ancient Clues. Oh, dit zijn de boekjes waarmee we moeten werken. Kan er net niet bij. Oké, ik heb boekjes. Ja, ik heb er weer één. Een Ancient Clue.
Laten we heel even rustig lezen. Oh, dit is helemaal zo'n puzzel dat je moet uit gaan zoeken welke dingen waar horen. Oh. Oh, nee. Gadverdamme. Dan moet je helemaal met de boekjes zien dat er staat. Hier staat, de gouden leggings zijn op de armor stand naast de ijzeren leggings. En op die manier moeten we dus helemaal alles gaan uitvogelen waar wat zit. Ik heb Steve is as far away from Adam. Wie is Adam? Weet niet. En Adam heeft zijn leather helmet gereld met iemand anders weer zeker. Met Rachel. Jeetje, gadverdamme. Weet je wat, Justin? Laten we dit even op ons gemak doen en dan zien we zo meteen mensen wat terug als we de oplossing hebben. Want niemand heeft zin om deze boekjes te lezen met ons. Denk ik ook niet, nee. Dat is een goeie, hè? Goed, Justin, we hebben heel wat lopen puzzelen en we lopen knokken en al die boekjes lopen lezen. En we denken dat dit de juiste volgorde is van hoe mensen hun armor moeten dragen. Het is helemaal wie je de boekjes hebt moeten doen. Klik jij maar op de button en ik hoop het echt. Ik hoop echt dat dit klopt. Ja, doe het maar. 3, 2, 1... Checking. Kom op, alsjeblieft. Ja! Yeah! Oh, mijn god, wat ben ik... Hey, wow, dit is kom uit de lucht vallen. Wat ben ik hier blij mee. Hey, TNT, zie je, we moeten gewoon allemaal dingen opblazen, joh. Hey. Dat is het. Oh, mijn god, hey. Nee, lekker, man. Onze Justin, de knustin, de pustin. Dit was wel weer even knokken, hè, wat we hier moesten doen. Dit was wel even een puzzeltje, ja. Dit was wel weer even puzzeltje. Zullen we weer even dingen opblazen hier? Blaas je eens even lekker weg. Ik ga even hier omhoog klimmen en dan ga ik weer even wat opblazen. Maar misschien zitten we wat achter. Ja, ik denk dat we gewoon... Ik denk niet dat we wat achter zitten. Ik denk dat de bedoeling is dat we gewoon het labyrinth moeten opblazen. En dat op die manier de boze labyrinthgeest kwaad maakt of zo. En verslaan, ik weet het niet. Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet zo goed dat we allemaal precies moeten doen. Maar ik weet wel dat we in ieder geval dingen opblazen, puzzeltjes oplossen en dat de map een stuk groter is dan we dachten. Ja, hè? Ik heb hem geplaatst. Ah! Nee! Boom! Oeh, oké. Zien we iets in dat gat, of niet? Een rondje. Kan jij naar die pressure plate toe lopen die jij had gevonden? Dat dan ga ik naar kunnen, die van mij. Oké? Okay? Zou ik dat eens even doen? Ja, ga jij dat even doen, inderdaad. Dus even kijken of hier nou dan ga ik ook even naar die van mij toe lopen. Oké, okay, ga naartoe. Volgens mij hier ergens links. Rechts. Ja! Heb je hem? Wat voor kleur blok is het? Het is een blue. Sta er maar op. Ja! Hey, TNT! Oh! Ik heb TNT gekregen! Hey, lekker man! Hey, Justin! We hebben TNT gewoon, hè, weer. Zou ik hem weer plaatsen? Blaas weer even lekker op. Ik ga weer even kijken. Hier moet hij nog eentje. Dan hebben we volgens mij... Volgens mij missen we dan nog één TNT-blokje. Dat is mogelijk. Dat is wel even weer spannend, ik heb weer een boekje. I feel fantastic. Hey. You feel fantastic. Hey. Heb je dat serieus gevonden? Ja. Run. Please leave. Oh. Dat is wat je vindt. Ja. Weet je, ze willen gewoon dat we weggaan. Stom weer. Ben je klaar weer voor een nieuwe explosie, Justin? Ik ben altijd klaar voor een beam. Ik heb hem geplaatst. Daar gaan we. We gaan even kijken. Is dit de laatste? Nee, er is daar nog eentje. Ik denk dat dit de ene laatste was die we nu gedaan hebben. Gewoon dan twee hebben we keer. Heel labyrinth opgeblazen. Oh, had je deze deurtjes al? Ja. Welke deurtjes? Er zit hier ineens deuren. Waar ben je? Hey, ja, maar er zit niks achter. Wacht, ik heb ook weer wat gevonden. Moet ik dit parcours... Hé, deurtje! Ja, die twee, ja. Deurtje. Ah, er zit niks. Heb je deze twee deuren al gevonden? Ja. Oh, er zit niks achter. Nee, thanks. Nee, ik heb weer wat gevonden, wat nuttigs. Ja, heb je weer wat nuttigs? Ja. Hey, vind je dan wel wat nuttigs? Ja, ik ben wel goed in nuttige dingen vinden. Ze noemen me niet voor niks walnut. Ja, walnuttig. Nee, dat... Walnuttig, ja. Walnuttig noemen ze. Ja, sommigen noemen me ook wel nutteloos, maar... Dat vind ik niet zo grappig. Nee. Vind ik een beetje dan zielig. Komt de waarheid weer heel dicht bij hart. Ja, ik wou het zeggen. Dan spreken ze de waarheid te veel uit. Ja. Kijk, Justin, ik ga hierheen. Dan gaan we parcouren. Ja! Zit daar een TNT? Als daar een TNT in zit, even... Nee. Hier, zit een barrel. Oh, hier. Ja. Kijk. Ja, TNT! Oeh! Oh, let's go! Bim. Bam. Daar. Kijk, dan moet jij even die route daar naar boven laten zien. Die heb jij gevonden toen. Ja, komt die, hè? Ja, ik volg jou. Jij laat even hoor. Die mooie route aan me zien. Gaan hier links. We gaan hier links. Weer links. Dat is links. Weg trouwens, hier links, ja. Ga je hier even wachten? Oh, hier moeten we in. Ja. Ik heb hem al gevonden, Justin. Ik heb hem niet nodig. Hoppakee. Hoi. En dan gaan we hierheen. En dan gaan en dan we daar. Hierheen. En dan zo. Oh, hier is het een zeker. Oh, ja, klopt. En dan hier zit de TNT. En dan. Oké, aan jou de eer, Justin. Ik drop hem hier. Ik ga alvast naar beneden. Ja, doe maar. Wel weglopen, Justin. Ik wou het zeggen, die vergeet er weg te lopen. Oh, oké, dat is denk ik deze ingang, of niet? Hier. Noord-east, waar is dat? Noord-east.
Northeast. Dat is in deze hoek hier. Ja, die. In deze... Oekoe! Oekoe? Hier moet iets zijn nu. Hé, dit is nieuw. Dit. Hé, joh, wat is dit? Oh! Geel, blauw, rood, groen. Dat is de volgorde van die kleurcode. Aha. Oh, en jij had dat boekje. Of niet? Had jij dat kleurenboekje nog? Nee. Waar is dat kleurenboek? Die heb ik weggedaan. Nee, die heb jij. Nee, die is niet meer in mijn inventory. Waar is die? Maar ik weet de kleur uit mijn hoofd. Ik weet de kleur, dat is geen probleem. Ik weet het uit mijn hoofd. Komt er, Justin. Kan jij met een... Is er een Enfield ergens? Nee, nog niet gevonden. Geen Enfield. Want dit is het E. Dit is het 2. Ja, het E. Het 1 zelfs volgens mij. Het 4. En dat is A of 2. Jeetje, je weet gewoon uit mijn hoofd, hè? Er zit dan gewoon redstone. Waar? Hierboven. Waar zie je redstone? Huh? Is dat een onzichtbaar parcours? Nou, lijkt op. Nee, toch? Dit zou kunnen. Wacht, laten we volg mij. We gaan even proberen. Ja, we hebben een Enfield nodig. Dat is een beetje het ding nu. We moeten namelijk de kleurcode inschrijven. De kleurcode? De kleurcode. Ik vond het boekje al zo rennen. Ja, gelukkig weet ik die Minecraft kleurcodes uit mijn hoofd. Als dikke flex. Ja, dat is echt ook zorgwekkend. Maar ik denk niet dat we daar komen, Justin, bij die redstone. Nee? Ik kan niet weten hoe. Ik wel. Nou? Hoe kwam je hier bovenop? Ja, dat is allemaal opgeblazen natuurlijk, dit. Jongen. Ik denk dat dat niks is. Er is daar boven. Er is een barrel. Een barrel zit daarboven. Maar wat? Hoe kom je daar? Hoe komen we daar inderdaad? Misschien hoeven we daar niet meer te komen. Nee? Heb je daar niet al iets gevonden? Nee, daar ben ik nooit geweest. Oké, laten we gewoon een Enfield zoeken. We zoeken eens even wat. We zoeken eens even een Enfield. Misschien als ik deze oude route hier weer neem, Justin. Ik zou het even proberen. Hebben. Ja, ik ga eens even proberen, joh. Oh. Wat? Oh, die Enfield zit in het midden! Die Enfield zit gewoon in het midden, dat meen je. Wow. Oh my deze. Ik zag hem echt 2 seconden nadat jij hem zag. Zag ik hem. Zeer pijnlijk. Zeer pijnlijk, inderdaad. Oké, zou ik even kijken naar de kleuren? Ga dat boekje even... heb ik niet meer. Waar had jij dat boekje gevonden? Ja, die had ik aan jou gegeven. Ik zei hier kleuren. Ja, maar waar had je... Heb jij dat kleurenboekje nog? Nee, die had ik aan jou gegeven. Ja, oké, maar die is verdwenen nadat we die puzzel hebben opgelost daarnet. Maar ik weet hem denk ik wel uit mijn hoofd. Je hebt een boekje, hè? Of een papiertje? Ja, een papiertje met 4 streepjes. Doe maar als kleurcode E. Gewoon alleen de code. Ik denk gewoon streepjes. Zoals de streepjes staan, moet je het vervangen voor letters. Ja? E. E. Doe maar 1. 1? 1. 1. 1. Het getal 1. Ja, getal 1, ja. En dan 4. 4. En dan doe maar, laten we zeggen, ik denk dat dit A is in plaats. Ja, dat is A. Dus 1, of E14A. Ja, probeer die maar eerst. Dat boekje hebben we helaas niet meer, maar dat zijn volgens mij de kleurcodes. Ik denk in deze hopper hier, want je had het papiertje hier gevonden voor deze deur. Nee, misschien hoofdletters? Ik ga intussen het boekje even zoeken. En je hebt kans dat A misschien nog vervangen moet worden voor 2. 2? Ja, voor 2. Ligt eraan namelijk of het donkergroen is of licht. Het was volgens mij lichtgroen. Ja, dat boekje van mij is gewoon weggehaald. Wat een scam. Ik heb het boekje niet meer. Die is gedespand uit mijn inventory. Die kleuren, hè? Ja. Ja, je hebt ook kans dat het het B is, maar het is volgens mij donkerblauw. En dat is volgens mij het 1. Ja, maar wat is geel dan? E. Geel is E. Ja, en blauw is? Blauw is volgens mij het 1. 1? 1, ja. Gewoon 1. Het getal 1, ja. Ja. Rood? Rood is of C of 2. Of 4 bedoel ik. 4 of C. Je hebt kans dat het misschien C is, dat het lichtrood is. Dus dat is het E1CA. E1CA. Of E142. Ja, ligt er dus helemaal aan wat of dit donker of lichtrood is. Dus misschien is C in plaats van 4 wel een goeie. Ja? Ja. Hoofdletter. Ja. Ah, boom. Nee. Nee, doe eens in plaats van... 1, nee, in plaats van, ja, in plaats van 1, 9. Maar moet het misschien de kleine lettertjes? Ja, kan ook. Maar probeer eerst maar 9. En daarna de kleine letters. 9, ik heb 1, 9, C, A. 1, 9, C, A. E. E, 9, C, A. Ja, ja. Probeer die maar. Bam, 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 bam. Boom. Boom. Nee, probeer dan maar. E. 1. Ja. 4, A. Ja, dat was de eerste die we proberen, hè? Ja. Ik ga online even die kleurcodes opzoeken. Yep. Ja, dat zijn precies wat ik zeg hier. De eerste is E, dat is yellow.
Ja, kleine lettertje doen dan? Ja, misschien dat ze de et ervoor ook moeten. Dat het zeg maar met et e moet zijn, weet je? Ja, maar ik had een code met vier streepjes. Ja, vier streepjes zou je zeggen. Alleen de getallen inderdaad. Ik dus zou zeggen... E voor geel ja, inderdaad. Ja. Dat klopt, dat hadden we al. Ja. Dan voor blauw. Ja, ligt eraan wat voor blauw dit is. Maar dark blue is dit volgens mij. Dat is 1. Dus E1. Ja. Zitten er spaties tussen bij die streepjes? Of waren het... Nee, gewoon echt gewoon vier streepjes. Aan elkaar. Ja, dus dat is zoals dit. Ja. E1. Nou ja, rood. Ja, het kan zijn dat het ook gewoon 4 is. Of C. En groen. Dit is volgens mij niet dark green. Dit is volgens mij echt gewoon A. Ik gok echt dit dan gewoon weer. E1, 4A. Ja, die hebben we ook al geprobeerd, toch? Ja, maar misschien waren dat hoofdletters. Jeetje. Jongen, jongen. Justin, kom eens hier beneden. Ah, ik loop helemaal kom omhoog. Hier. Waar ben je? Kom eens hier beneden, naar mij. Hier. Ja, waar andere is hier? Kant, andere kant. Hey, ja, kom eens hier naar beneden. Kijk, we moeten even hier omhoog op deze steen. Ik ga jou wat laten zien. Wij zijn heel stom. Maar dacht aan die kleurcode. Het had helemaal niks met die kleurcodes te maken, joh. Nou. Let op eventjes, hè. Wat als wij hier nou in het midden staan. Ja. En we hebben precies die boekenkasten opgeblazen. Wat zie jij dan hier? Als je naar die kleuren kijkt. Ik zie getallen. Nee. Dan ga jij maar naar die dingen toe. Even de volgorde kijken. Volgens mij was dat geel. Nee, was trouwens geel, blauw, rood, groen. Volgens mij. Ja, was geel, blauw, rood, groen. Dus dan is de code, Justin. Ik kom alweer omhoog. Is 4, geel. Ja. 3, 4, 3, 6, 9. Wacht even. Ik zei net al dat ik een soort van gek iets vond dat het leek op getallen. Ja. 4, 3. 4. Dat is een 4. 4 is geel en dat was 1. Ja. 3 was blauw, dat is 2, dus 3. 6 is rood. En 9, 4, 3, 6, 9. 4, 3, 6, 9. Ja, hey, dat is een mooie kijk, code. Daarom moesten we die dingen dus opblazen. Aha. Ik vond het al niet logisch, maar nu verklaart het Achoo. Hoppakee. Ja! Ja! Vrijheid! Ontsnappen! Deze keer echt! Deze keer, ik hoop het! Ik hoop het zo een knop. Erg! Oh, wat is. Waar? Een knop! Op het einde! Een knop! Klik op de knop! Ik klik erop, oké? Klik maar. Komt-ie. Boom. Oh jee. Oh nee, ik zie niks. Het is helemaal donker. Justin, ik vind het eng. Ik vind het eng. Wat gebeurt er? Ik kijk naar beneden. Ik niet. Oh nee, alles gaat naar beneden, zegt hij. Alles gaat kapot. Oh nee. Nee. Oh, Justin. Oh nee. Ik hoor een warden. Oh. Wat? Escape, oh, we moeten rennen! Justin, we hebben een half uur om te rennen, dat meen je! Een half uur? Een half uur! Ik heb een visengel! Gewoon rennen! Gewoon rennen! Oh mijn god, dat werkt niet. Nee. Wacht, Max. Blijf, wacht. Ja, ik blijf. Spring! Nee, dat werkt niet. Dat werkt niet. We hebben een half uur om te ontsnappen! Wacht. Moet jij niet mij helpen ofzo? Oh, allebei een eigen kantje. Ja? Dat zou kunnen. Jij kan mij helpen. Ja, jij kan mij... Oh, nee. Nee. Oh, er zitten leather boots daar! Oh. Daar bovenop! Nee! Ik heb ze! Ik wou ze! En ik dan, Justin! Doeg! Een broeder! Nee, maar kom het brengen. Kom hem brengen, inderdaad. Ik kan niet brengen. Oh, ik kan die opdoen! Oh, wat? Justin. Justin, het wordt weer donker. En ik dan? Ik kom terug. Ik wil ook. Wacht, ik kom maar van jou. Maar wacht. Nee, wacht. Nu kan ik het weer aan jou geven. Hoe dan? Gooi maar gewoon. Drop maar. Drop maar daar op het ijs. Nee, oh god. Oh, huh? Oh, wacht, kijk, hier aan het begin waren al. Had jij boots in je inventory? Weet ik, nee. Had ik zo aan? Nee, huh? Jij moet die daar bovenop pakken. Oh nee, wacht, huh? Dat zijn deze. Nu doei. Ga jij er met de winst door. Ja, doei. Ik ga wel door. Ja, maar ik kijk maar even wat hier is. Ja, is goed. Zie, kan ik het wel omtoveren voor jou. Heb ik het omgetoverd? Doe nog eens? Nee. Er gebeurt niks. Ik kom alweer naar beneden. Ja, ik kom maar weer terug. Oké, ik ga even kijken of we dit samen kunnen doen. Wat? Justin, ik drop ze gewoon hier. Kijk, hier. Pak ze. Nee! Oh, oké, wacht. Dat is het wel. Dat is het 100%. Wat? Volg mij. Kom, mijn kant op. Oh. Ik schrik me helemaal kapot. Nee. Oké, kijk. En dan drop ik ze gewoon letterlijk hier. Ja. Nee! Ja, maar ik kan het toch maar komen. Droppen. Nee, je kan toch met je ding kan je toch pakken? Je visengel. Ja, ja, ja. Kijk, als ik het nou gewoon misschien op de sneeuw drop. Hier, pak hem. Oh, oké. Okay. Nee. Ga rechtsom deze keer, voor goed geluk. Ik ga links. Ja, maar... Oké, wacht. Ik drom hem gewoon hieronder. Ja, probeer maar te pakken. Iets hoger. Ja! Ja! Let's go! Nice! Zo moet... Oh, mijn god. Ik viel. Justin, we moeten even... We moeten even terug hierheen. Ik viel. Oké, dit is hem. Dit is de route. Ik gooi hem hieronder. Oh, mijn god. Ga ik dat redden? Nee. Ik kom hem wel even brengen. Oh, maar wacht, dan gaat hij naar beneden vallen. Wacht. Ik moet strak naar beneden kijken. Huh? Oké,
Ik ga, oh mijn god, ik ga wel eerst weer. Ja, ga je maar eerst. Oké, dan drop ik hem hier strak op de grond. Ga ik door. Ja, nee, niet. Nee, hoger. Hoger. Ja. Hey. Let's go. Woe. Hey. Oké, dan moet ik weer eerst. Ik moet weer eerst. Zo te zien, want ik kan hem daarna je geven. Anders ben jij al veel te ver. Strak naar beneden, inderdaad. En dan gelijk van het platform af. Ja. Oh, oh oké. Okay. Ja, dan gaan we door. Nee, nee, terug. Hier. Oh, 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 sorry, sorry, sorry. Ik kan het inderdaad veilig kunnen we doen. Oh. Oh. Ja. Ja. Oké, dan kan jij helemaal door, maar dan moet je hem nu aan mij geven weer. Oh, dit is heel eng, Justin, dit. Oh. Heb ik hem? Weet ik niet. Oh, oh, wow, het is donker. Komt-ie. Ja! 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 Oh, I'm not a pressure plate. Oh, oké, okay, doorrennen. En doorrennen. Een knop. Een puzzel moeten we doen. En wat is dit? Reset en start. Oké, okay, start hem maar. Oké, okay, dat is een goldblok. Hoe gaan we naar het goldblok? Oh. Oké, okay, zo. En dan? Ja. En nu? Oh, mijn god, wacht. Huh? Pressure plate, wat doet dat? Wat doet deze pressure plate? Weet ik niet, nog eens? Nee. Oh. We doen nog eens? Ja, hier gebeurt wat. Wat gebeurt er? Er gaat een blok weg. Daarom... Oh, anders schiet hij rechtdoor. Ga eens op die oranje staan hier. Jeetje, Justin, dit is ingewikkeld. We willen de reset. De oranje is hier. Oké, okay, komt ie. Nog een keer. Als ik nou zo doe. Woe! Oh god. Gaan we dit redden? Op tijd. Jawel, 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 Max. Kom op. We hebben niet heel veel tijd. Maar trekken. Hoe gaan we hem hierheen trekken? Ja. En dan? Ja, maar nu kan ik het nog niet meer pakken. Jawel. Nee, nu, je komt er niet bij. Dat is het hele ding. Hmm. Wat doet groen? Dat is dit. Oh, daar moet iemand op staan dan. Hè? Ja, hij is niet te pakken. Hij is maar één keer te pakken. Ja, maar... Hmm. Allebei pakken dan. Oh, allebei. Ja, natuurlijk, Justin. Joh. Oké, okay, wacht, ja. Pak hem maar. Oh, nee, reset. Je had hem al. Komt ie? Ja, ja, je hebt hem. Dan wachten. Ja, oké. Okay. Ja, doe jij met trekken. Ja. Huh. Ja, en dan ik. Komt ie? Ja. Ja, oké, okay, dan moeten we hem weer opnieuw pakken. Allebei. Oh, ja, dat is slim van jou. Je snapt hem allebei moeten. Hoor. Ja, ik heb hem. Ik zie niks. Ik heb hem. Maar wacht, hem? Wacht, wacht. Heb je oranje blok? Dus ik ga hierop staan. Ja, jij gaat daarop staan. Ja, doe maar. Trekken? En blijf staan. Ja, trekken. En blijf staan. Oh, we hadden hem niet. Nee? Huh? We hadden hem wel! Ik had hem wel, jij had hem niet. Poepzooi, we moeten opnieuw. Oh. Oh, ik had hem, ja, dacht ik. Ja, ik dacht dat ik hem ook had, maar die van jou deed niks. Oh. En toen dacht ik dat ik hem ook niet had, en toen had ik hem dus blijkbaar wel. Oké, ik heb hem. Ja? Ja, oké, doe jij maar de eerste. Huh? Ja, dan doe ik de tweede. Ja? Huh? Ja? Oké, dan pakken we hem allebei. Ja, oké. Dan ga je op het oranje blok staan. Ja? Ik denk dat je eerst moet. Ik denk dat je eerst moet. Okay, ik eerst, prima. Ja. Boom. Ja, dan nu jij. Kan ik hier weg? Wacht, 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 wacht. Je kan eraf en ga maar. Ja, nu. En dan moet hij daarheen. Hij moet naar die andere kant, zo ver mogelijk. En go. Huh? Is hij er? Is hij er? Is hij er? Ja, hij is er! Ja, hij is er! Oké, oké, oké. Lekker. We hebben hier een blauw blok. Ik heb hem. Oké, ik ga hem ook pakken. Ja, ik heb hem ook. Oké, ga jij maar op de blauwe blok staan. Eerst. Doe ik nog niks? Oh nee, hoeft nog niet. Hoeft nog niet. Ik doe het al. Wacht. Ja. Kom, kom, ga er maar af. Kijk, als ik nu gewoon zo doe. Hier. Dan ga ik nu op het blauwe blok staan. En dan ga jij eraan trekken. Ja? Ja. Okay. Ja? Pak hem vast. Kun jij het laatste stukje in je eentje? Vast. Kan ik van het blauwe blok af? Of... Nee, doe maar nog even niet. Nee! 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 Wat heb je gedaan? Nee! Wat heb je gedaan? Hij is verschoven. Nee, wacht. Hoe kan dat? Hoe is hij verschoven? Dat weet ik niet. Hij ging lekker schuiven. Hij kan niet uit zichzelf verschuiven, Jus. Dat heb jij gedaan! Dat heb jij moeten doen. Ja, ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Oh, oh. Oh, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Nee, ik had hem. Huh? Nee. Ik had hem. Ja, hier, ik heb hem toch? Nee, waarom niet? Er is er geen zin meer in. Ik kan niet naar je toe trekken ofzo. Kan je eens op het blauwe blok staan? Ik ga op het blauwe blok staan. We moeten hem resetten, Justin. Snel, oké, okay, reset. We weten wat we moeten doen. We weten wat we moeten doen. Go. Reset. Go, boom, hoppakee. Pak hem. Justin, de tijd, de warning. Sorry! Hij gaat ons aanvallen. Ja, moet ik trekken? Ja, go, 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 trekken. Trekken? Ja, trekken, ja, doe jij maar. Ik heb hem trokken. Hoppakee. Kom, kom, kom. Oké, gelijk opnieuw pakken. Ik heb hem. Dan ga jij naar het oranje blok, ik doe het groene blok wel. Gelijk naar het oranje blok. Dan trek ik eraan zodra je ready bent. Ja, ik zit erop. Ja, oké, okay, dan ga ik op de groene. Dan kan jij zodra je ready bent.
Go. Ja, oké. Okay. Ja. Dan pakken we hem. Ja, ik heb hem. Ik heb hem ook. Dan gaan we... Trek ik eraan. Ja. Dan ga ik naar het blauwe blok. Go. Boom. Ja, ja. Oké. Okay. Dan kunnen we eruit. En dan... Mag jij doen. Oké, okay, ik doe het al prima. Ja, ik heb hem. 1, 2. Boom. Ja! Lekker! Oh, door. Oké, okay. Oké, okay, okay, okay. Wat hebben we hier? One unbroken line. Diamond gold. Hoezo? Oh, we moeten een ongebroken lijn maken. Pak jij ook een schaar? Die kunnen geplaatst worden op waar we willen. Overal. One unbroken line. Hij is unbroken. Toch? Want wat is hier niet gebroken aan? Moet hij... Er tussenin, denk ik. Oh, wacht. Wat staat hier? This checkboard is grid. What is it? Wat is het? Ik weet niet wat het is. Dit is een grid van iets. Unbroken line. Mag je misschien... Ik snap niet wat ze bedoelen. Tussenin misschien. Er tussenin? Hier. Wat bedoel je? Dat ik ook. Dat is het niet. One unbroken line. Hoeveel blokken hebben we? One unbroken line. Diamond naar gold. Hoeveel blokken heb jij? 9. Jij ook 9, denk ik. Ik heb er 10. Oh. Misschien mag hij niet om dingen heen. Als in... of misschien moet hij ook alle kleuren pakken. Snap je? Dat zou ook kunnen. Dus dat we... Nee, dat kan niet. Dan redt hij dat niet. Hier, 10 hebben we er nog, toch? Hoeveel heb je er nog? 5. Dit kan niet, Justin! Ik snap deze niet. Wat is de unbroken line? Ja, maar zo dan. Huh? En dan? Wat je net had. Of had je... Oh, je had niet... Je had nee, niet ik had niet hè? Meer. Ik had niet meer, inderdaad. Oh, nee. Nou, nee. Oh, nee. Nou, nee, is het dit niet hier? Oh, dat is dit ding hier! Ja, dit is het! Nou. Kijk, dit is het. Dit is het platformpje, zie je? Dit is dit ding hier. Dit is de grid. Ja, ja, ja. Oh, en we moeten, denk ik, deze route aanhouden van dit ding. Oh, ja, 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 dat is het. Jij snapt hem. Ik snap hem inderdaad. Oké, okay, Justin, komt-ie. Hij gaat van hier, gaat hij hierheen. Dan gaat hij daar erop. Ja. Dan gingen we, hoeveel ging hij hierheen? Tot en met het andere gekleurde blok. Dus tot hier. Zo, tot hier. Tot hier, 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 hier. Oh, ja! We hebben hem! Maar goed, oh, ben jij! Daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik heel blij mee. Oké, en nu? Ik rechts, jij links. Ik zie een groen blok. Ik zie een button. Daar kan ik op klikken en dan word ik omhoog gelaunched. Hier is verder niks. Komt ie. Oh mijn god, hoe ga ik dit doen? Moet ik hem ook op een blokken drukken? Ja, doe maar. Klik maar. Ik heb geklikt. Wat doet het? Helemaal niks, denk ik. Kan je nog eens klikken? Oh, dat is hier. Oké, okay, wacht, doe maar. 3, 2, 1, nu. Ja, oké, okay, dan heb ik hier een knop. Oké, okay, je moet naar de andere kant. Daar moet je jezelf ook omhoog launchen. Wat doet deze knop? Doet het iets bij ja, jou? Ja, 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 goed zo. Blijf staan. Ik blijf klikken, ik blijf klikken. Ah, wacht. Dan kan je zelf timen. Hij blijft op dit tempo gaan. Hoe schiet je omhoog dan? Gewoon eroverheen lopen. Ja, en hoe ga je dan naar voren? Maar sprintend. Terwijl je erop af sprint, moet je zeg maar, ga je naar voren. Je moet het zo timen. Dat ding blijft op dezelfde tijd gaan door mij. Je moet het zo timen dat als je erop afsprint. Ja, ik ben er. Ja, oké, okay, let's go. Kan je mij hier assisteren of zo? Nee, nu moet jij op die button klikken. Jij moet mij ook die kant op krijgen. Oké, okay, komt die. 3, 2, 1. Oh, oké. Okay. Ja, nog een keer. Wacht, 3, 2, 1. Ja, let's go. Oké, okay. 17 minuten, dit kunnen we. Geel. Ik heb hier geel. Hebben we een gele button? Oh ja, klik maar. Klik maar. Oh, wacht, ik blind. Ik was blind. Ik heb nog een keer klikken. Komt die? Ja, oké. Okay. Dan heb ik hier... kan ik helemaal naar beneden? Maar nou, ja, ja, ogen. Ja. Ja, ja, doe maar. Doorlopen. Rechts, rechts. Oh. Wacht, komt ie. Hier, kist. Ik heb een secret flower. Nee! Dat is niet de bedoeling. Dat was niet goed. Wacht, kan je me opnieuw even dat schieten? Ene ding klikken? Die rode. Die rode. Hey, die secret flowers boeien me niet. Hier. Oké, okay, nog een keer. Dan moet even, ik moet er een weer. 3, 2, 1. Oh, kut. Nog een keer. Blijf klikken. Ja, oké, okay, top. Kijk, jij kan via boven. Jij moet via boven straks daar drukken. Oké, okay. Kan je geel doen? Ja. Oké, okay, ja, ik ben er. Ja, en dan ga ik naar geel. 3, 2. Wacht even, waar zit die knop? 1. Ik klik op de knop. Oh ja, ik ben er. Oké, okay, dan hierheen. Doe jij maar, ik doe blauw al. Ga maar. Oh, dat donker is irritant. 3, 2, 1. Oh, bijna. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Nee! Oh, ik wist niet waar ik heen moest. Oké, sorry. 3, 2, 1. Ah, ik sprong te vroeg. Oh, je moet niet springen. Je hoeft niet te springen. 3, 2, 1. Je hoeft helemaal niet te springen. Nee. Ja, oké, top, top. Even kijken. Hier is... jij hebt die ene, ik heb die ander. Oh, ik hoorde iets. Ik hoorde ook iets. Hier, ja, 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 hierheen. Ja! Ja! Oké, dan hebben we deze puzzel opgelost. Oh! Een muur, wat is dit? Ja, 5 nummers. 5 nummers. If our next life saved ID... Oké, de F
S-T-O-N. F-S-T-O-N. Vijf nummers. Dat zijn, dit zijn nummers. Nee, dit zijn niet... Vijf nummers. Kijk, en dit... kijk hier, boekje, als je dit leest. F-S-T-O-N. Zie je? Ja. Wat is dat? Zal ik... Oh, ik ga het proberen. Mm-hmm. Kan je ze nog eens opnoemen? F-S-T-O-N. Oké, dat zijn natuurlijk geen nummers, maar wel gewoon... kunnen het proberen. Oké, tuurlijk werkt het niet. Hoe kunnen we hier nummers van maken? Hoe kunnen we hier mogelijk nummers van maken? Alfabet. Alfabet, alfabet inderdaad, juist. Oké, F is 4, toch? A, B, C, D, E, F, 6, sorry. 6. Oké, Justin, kom op. A, B, C, D, E, F, ik kan het niet meer. Wat is de tweede? S. S. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, O. S is 5. 10. Ja? Ja? Een O? Had je die ook? Dat kan toch al geen 5 nummers meer zijn? 15 is S. Oh, nee. Huh? Oh, Justin. Oh, Justin. Dit moeten we oplossen. We hebben niet veel tijd. Oh, wacht. If is met 2 letters. Ja. ID. Oh, dat is de tweede letter is het van het addinges. Oké. Okay. If, 2. Ja, en dan is... Dan is het 5. 5. Dan is 4. 4. Dan 2. 2. En dan 2. 2. Oh, oké. Okay. Dus dan hebben we 4, 5, 2. Dat zijn de... Justin, geniaal. Dat geniaal. Weet ik niet. Komt-ie? Nee, dit is het niet. Dit is het niet. Even kijken. 2, 5, 4, 2, 2 inderdaad. Ja, dat dacht ik misschien maar. Dat is een hele slimme geweest. Tori zeg, hé. Hey. 5 nummers. Misschien kan het wel gewoon het alfabet zijn, maar dat zijn gewoon 5 getallen met spaties ertussen. Dus, ik heb hier het alfabet voor me. Wat zijn de getallen? Noem ze op. F is 6. En dan is S. 6, spatie. S is 19. En dan T. T is... 20, spatie. En dan O. O is 15, spatie. En dan N. N is 14, spatie. Dus dan hebben we 6, 19, 20, 15, 14. Boom. Nee. We kunnen van die letters niet een woord maken of zo. Stom. Stom. Ik weet het niet. Wacht, Justin. Hm? Wat nou als de letters de getallen bespreken? Dus het is natuurlijk Engels, is het allemaal. Mm-hmm. Dus de F. Dat kan het zijn. 1, 2, 3, 4, 4. 5 kan het zijn. ID's is 6 of 7. T is 2, is 2 or... Wacht, kom jij eens met een paar mogelijkheden op die manier. Snap je wat ik bedoel? Nee. Als je hier ziet, je hebt hier de F. Ja, als eerste. Wat kan dat zijn in het Engels? Van het getal tot 1 tot 10? 1 tot 9. 4, oké, dan doen we 4. Wat is de volgende? De S is dan 6. 6? 6, ja. Ja? De T. 2? 2, 2. Ja? Ja. En dan de O. Is 1, 1. 1, ja. En de ja. N. 9. 4, 6, 2, 1, 9 mogelijk. Of 4, 7, 2, 1, 9. Oké, 4, 6, 2, 1, 9 is het niet, want we hebben natuurlijk ook de S van 7. Hebben we nog? Ja, doe dat. Dus dan 4, 7, 2, 1, 9. Komt-ie? 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 Ja! Oh, ja! Oh, en nu? En nu? Nu? En nu? Huh? Oh, oh. After all that, did you just leave? Oh, nog steeds niet? Oh, no way. Vast. Oh, ik kijk naar boven. Au. Kunnen we eruit? Ja! Ja! Yes! We zijn ontsnapt! Oh, lekker. Mijn god. Oh, we zijn ontsnapt. Wat een... Jeetje. Puzzels. Die laatste puzzel, daar was ik heel bang dat we het niet gingen redden. We hadden nog 10 minuten, 9 minuten. Jeetje, we zijn vrij. Ah. Vrijheid. Vrijheid, Justin! Oh, mijn god, wat ben ik hier blij mee, hé. Wat gezellig met jou weer gewoon. Oh, begon in de gevangenis en eindigen met een puzzel. Ja, ongelooflijk, het was niet eens meer de gevangenis. Goed jongens, dank jullie wel voor kijken in deze video. Vonden dat jullie nou zo'n leuke serie dat Justin en ik gewoon samen met z'n tweeën wat aan het doen waren? Ja. Dan kan je ook lekker dit kijken. Dit hebben wij namelijk ook samen gedaan, Justin. Weet je dat nog? Die was echt leuk. Was echt heel leuk. Maar dan nu jongens, spreek je later. Ja. Laat je wel de doof hier. Let's meet at the moment.